Een zakenman brengt in april met een vriendin enkele dagen in Nederland door. De man verheugt zich op een romantische laatste avond met zijn meisje. Maar dat liep anders. Een Engelse handelaar in dure sportieve auto's bezoekt regelmatig ons land. Sinds enige tijd heeft hij hier ook een vriendin. Een jonge vrouw die in Amsterdam woont, maar oorspronkelijk uit de Oekraïne komt. Eind april dit jaar is de 59-jarige zakenman ook weer een paar dagen in het land. De man verblijft al die tijd in het Van der Valk Hotel langs de A6 bij Almere, met zijn vriendin. Zondag 28 april is hun laatste avond samen. De man werkt snel nog wat zaken af voor ze hun laatste nacht samen gaan doorbrengen. Er is wel romantiek, maar de zakenman merkt dat zijn vriendin afwezig is. Ook is ze voortdurend aan het sms'en. Met wie vertelt ze niet? En halverwege de nacht heeft ze zich opeens aangekleed. You're dressed. Are you going somewhere? No, that's okay. It's okay. Een sms'je brengt haar duidelijk van haar stuk. Ze vertrekt, hals over kop. I'm sorry, I have to go. Bye. Wait. Wat er daarna gebeurt is precies te zien op de bewakingsbeelden. De vrouw verlaat met haar handtas en een gevulde roze plastic tas bij de hoofdingang het hotel. Terwijl de zakenman zich binnen zo snel mogelijk aankleedt en daarachterna gaat met haar jasje. En hier is te zien hoe de man daarna de taxi achterna rent, in de hoop dat hij in ieder geval het jasje nog mee kan geven. Hij rent het hele parkeerterrein over. De taxi stopt, maar in plaats van zijn vriendin stapt er opeens een voor hem onbekende man uit. Die man mishandelt de zakenman meteen. De dader en de taxi vertrekken pas als er hotelpersoneel komt toegesneld. De zakenman blijft zwaargewond achter. Tja, onvoorstelbaar weer. Wat een geweld, meneer Arling. Precies, die 59-jarige man, hè, die zakenman, die werd fors geslagen. Hij viel een keer op de grond en werd toen nog een keer flink op hem ingeschopt. Heftige zaak, jukbeen heeft hij gebroken en zijn schouder. Nou, dat gaat gelukkig nu allemaal weer wat beter. Maar hij wil heel graag weten wie hem dit heeft aangedaan en waarom. Nou, u moet toch toegeven, het is een raar verhaal. Die vriendin die opeens vertrekt uit het hotel en dan bij anderen in een taxi stapt. Heeft u haar gesproken en wat heeft ze u verteld? Klopt, we hebben uiteraard haar gehoord. Ze kan niet echt aangeven wie deze man nu precies is en waarom dus haar vriend in elkaar is geslagen. Al met al natuurlijk wel een heel vreemd verhaal, dat vinden wij ook. Er kan misschien iets anders aan de hand zijn. Mogelijk is zij slachtoffer van mensenhandel of is er wat anders aan de hand, ja, wat hij ook niet weet. Ja, ook vreemd natuurlijk, die taxi die direct wegrijdt nadat die man in elkaar geslagen is. Precies, ja, die taxichauffeur zag dat natuurlijk allemaal gebeuren. Enorm van geschrokken en die twee mannen die in de auto zaten, die zeggen nou, doorrijden. Nou, het was erg bang en is toen vervolgens ook doorgereden. Ja. Beelden zijn niet heel erg duidelijk, in ieder geval niet duidelijk genoeg om die dader te herkennen, maar u heeft wel een beschrijving van. Ja, wel een beschrijving inderdaad, de man die het geweld pleegt, dat is een meneer. Blanke man, Oost-Europees uiterlijk. Hij is tussen de 30 en 40 jaar oud. Zo'n 1,75 lang. Hij heeft een stevig en gespierd postuur. Hij heeft donkerblond haar. Wat in de vroege ochtend van die maandag 29 april, de dag voor Koninginnedag dus, aan de zijkanten was opgeschoren. En dan bovenop had hij wat langer.
Ja, hij zat niet alleen in die taxi met die vriendin van die zakenman, maar er zat nog een man in, hè? Precies, als bijrijder zat een andere man in. Dus ook een blanke man, Oost-Europese uiterlijk, donkerblond haar. Was iets langer dan de dader, zo'n 1,80. En had normaal postuur. Nou, deze twee mannen zijn opgehaald in Amsterdam. Vervolgens hebben ze het meisje ook meegenomen en later weer uitgestapt ergens in Amsterdam. Wie herkent de man die die Engelse zakenman in de vroege ochtend van maandag 29 april... in ieder geval ogenschijnlijk vanuit het niets keihard in elkaar sloeg? Of wie weet zegt juist die combinatie van de twee mannen u iets, samen met die jonge Oekraïense vrouw. Bel dan onze tiplijn. Ja, dan de achtergrond van deze afranseling, daar hoort u graag meer over. Ja, het is natuurlijk een opvallend verhaal. Mogelijk dat er andere mannen soortgelijke zijn, lastige gevallen in elkaar zijn geslagen of op een andere manier door deze types. Dat horen we natuurlijk heel erg graag. En mogelijk dat er nu ook mensen kijken die denken van, nou, wij weten wat er toen is gebeurd daar in Almere. En ik wil graag dat de politie vertellen. Dan horen we dat graag. Lijkt me duidelijk. Bel dus naar 0800 60 70 met al uw informatie over de mishandeling in Almere. Anoniem kan natuurlijk ook via 0800 7000. En als u over deze zaak vertrouwelijk met iemand van de criminele inlichtingeenheid wil praten, kies dan voor het nummer 079 345 8999.